Skyline TV nieuws van 25 juni. Met vandaag onder andere sponsorlopen en Fabriek Magnifiek. Tijdens de inloopavond over de reconstructie van de Kerkstraat zijn een 20-tal reacties gekomen. Volgens wethouder Ben Tuithof zaten daar geen grote bezwaren of zorgen tussen. Bij de Petruskerk wordt er een groenstrook die eigendom is van de kerk benut als een extra parkeerruimte en het grote kerkplein verdwijnt, want dat wordt helemaal groen. Afgesproken is om bewegwijzering te plaatsen voor parkeerplaatsen. Op 1 september kan de schop de grond in. Leerlingen van speciaal onderwijs De Wissel uit Veghel hadden woensdagmorgen sponsorloop voor Boekies. Boekies is gekoppeld aan een stichting die geld inzamelt voor zieke kinderen. Hierdoor kunnen kinderen en hun ouders voor een behandeling naar het buitenland. Niet alleen de kinderen van De Wissel hadden een sponsorloop, ook de Maria ter Heide school uit Mariaheide gingen rondjes lopen voor het goede doel. Zij hadden rondjes gelopen voor Make-A-Wish Nederland. Make-A-Wish Nederland vervult de wensen van zieke kinderen tussen de 3 en 18 jaar. In sportcentrum Laco de Beemt in Veghel zijn zondag 500 majorettes in actie geweest die voldoende punten wilden halen voor plaatsing voor de Brabantse en Nederlandse kampioenschappen en promotie naar de hogere klasse. De organisatie van de wedstrijddag was in handen van muziekvereniging Sint-Cecilia uit Zijtaart. Er waren 171 optredens in diverse categorieën. Wie nu door het centrum van Veghel loopt, kan nog niet vermoeden dat hier in het weekend van 11, 12 en 13 juli een groot cultuur- en foodfestival losbarst. Fabriek Magnifiek, dat 5 edities lang Slokdam Festival heette. Slokdam Festival was een naam die wel een hele eigenzinnige naam was, maar die naam die associeerde totaal niet met wat een festival eigenlijk is. Niemand dacht aan food of aan leuke optredens of aan muziek of wat dan ook. Dus we hebben echt gedacht, nou, na 5 edities is het mooi geweest met het Slokdam Festival. We moeten iets nieuws. En uiteindelijk is het Fabriek Magnifiek geworden. En ik merk nu in mijn omgeving dat het eigenlijk de mensen die zich... Ik doe het nog wel heel soms, maar er zijn soms mensen die zich ook nog wel vergissen met het Slokdam Festival Fabriek Magnifiek. Maar nu het bijna zover is, nou, ik hoor bijna niemand meer over het Slokdam Festival en alleen maar Fabriek Magnifiek. Food en cultuur, dat zijn de belangrijkste factoren binnen het festival. Dus die proberen we aan elkaar te koppelen. Elke keer zoeken we een thema wat daarbij past. En dan hebben we deze keer aan tafel gekozen. Dat betekent dat wij heel veel met tafels gaan doen. Dus het is ook altijd zo dat aan tafel gebeuren de dingen. Bij mij thuis vroeger, als we dan aan tafel zaten, ja, aan de keukentafel, dan werd er gepraat over een bepaald aantal dingen. Dat uitzicht dan in een heel lang tafellint vanaf de haven tot en met het centrum in Veghel. En in, op, aan die tafels, daar gebeurt van alles. Daar is een modeshow, daar kunnen winkeliers zich presenteren, mensen gaan eraan zitten. We nodigen ook mensen uit. Iedereen die op het festival komt mag iets meenemen voor die tafel. Zet het op die tafel, doe iets met die tafel. Leeft het festival in Veghel? Ja, enorm. Wat wij altijd doen is dat we pas vrij laat met de exposure beginnen, met wat er nou eigenlijk allemaal aan zit te komen. En dat betekent dat ik voel nu heel erg een soort van, om het in mooi Brabants woord te zeggen, eagerness. Zeg maar een gevoel van, wat zit er aan te komen? Het is een soort nieuwsgierigheid in heel Veghel, van wat komt eraan, wat komt eraan. Is er iets wat speciale aandacht krijgt of een hoogtepunt is dit jaar? Er zijn 3 theatervoorstellingen die speciaal voor het festival gemaakt zijn. Door professionele theatergroepen en die vinden plaats in de Koekbouw hierachter. Die richten we in als theater. En 3 dagen lang zijn daar die theatervoorstellingen te zien. Dat hebben we nog nooit gehad. Dat er echt speciaal voor het festival theatervoorstellingen zijn te zien. We hebben natuurlijk muziek. Dat is altijd een highlight. Hè. Daar komen natuurlijk een aantal artiesten die ook landelijk bekend zijn. Maar wat ik ook heel erg fijn vind is dat wij 3 artiesten, internationale artiesten hebben. Op vrijdag uit Zuid-Italië, op zaterdag uit Afrika en op zondag uit Zuid-Amerika. Hoe zit het met food? Kunnen we daar nog iets spectaculairs verwachten? Nou, spectaculair niet, maar nou ja, in die zin. We hebben in het Julianenpark weer een foodplein en dat wordt een echt prachtig plein. Met heel veel rolling kitchens. Er komt ook een hele grote vrachtwagen staan waar je in kunt eten. En we hebben ook een Good Food Lab. Dat Good Food Lab, dat hebben wij zelf ontwikkeld. Dat komt in de haven komt te staan hier. En dat zijn eigenlijk zeg maar bedrijven en instellingen en opleidingen die iets doen met innovatieve foodconcepten. En dat heet dan het Good Food Lab.